Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 3 november. Vandaag in het journaal nemen wij u mee naar het clubgebouw van Robin Hood, waar een aanvang is gemaakt met het vaccineren van de voetballers van de club. Dit heeft plaatsgevonden nadat de leiding van Robin Hood de spelers opgeroepen heeft die zich moesten aanmelden in het clubgebouw. Meredith Cameron geeft leiding aan de COVID-vaccinatieteam Mobiele Unit. In gesprek met het COVID-19-journaal geeft zij aan wat de bedoeling is van dit moment. Het is de bedoeling dus dat de sporters gevaccineerd worden. Ik heb me laten vertellen dus dat men over wil gaan eigenlijk tot het opengooien, het normaliseren, om het zo te noemen, van de sport. En dan zouden dus de sporters daar gevaccineerd moeten zijn. En dat is een hele goede stap natuurlijk, ook voor het hele sport gebeuren. General Manager Stanley Akum zegt het beleid van de overheid te ondersteunen, maar ook dat de competitie een veilige start kan maken, men besloten heeft over te gaan tot vaccineren. Het is niet makkelijk geweest de spelers over te halen om zich te vaccineren, maar in ieder geval hebben we al 16 spelers die zijn gevaccineerd. We volgen al geruime tijd de campagnes van de overheid. En we geloven erin dat de enigste oplossing om uit deze situatie van de COVID-pandemie te geraken, het vaccineren is. Dus we ondersteunen het beleid van de overheid dat alle spelers van ons gevaccineerd moeten worden. Het is niet eenvoudig, maar met deze sessie van vaccineren zijn we op een aantal spelers van rond de 16 gekomen, die in ieder geval allemaal reeds een eerste prik gehad hebben. En als de eerste prik geweest is, vormt de tweede prik meestal geen probleem. Dus wij denken dat wij toch wel op een respectabel aantal spelers uiteindelijk zullen geraken, zodat we het seizoen met de totale selectie kunnen starten. Ook binnen de groep zijn er spelers die zich niet willen laten vaccineren of nog niet ready zijn om gevaccineerd te worden. Dat is voor de club een hele moeilijke situatie, omdat we niemand apart willen houden, omdat de één niet is gevaccineerd. Maar als club kom je er niet onderuit. Er is al een besluit genomen tegen de spelers die niet gevaccineerd zijn. Ze doen gewoon niet mee met de activiteiten en wedstrijden van Robin Hood, totdat zij gevaccineerd zijn of dat zij bij elke training een geldige PCR-test kunnen overleggen. Het is heel moeilijk van een bepaalde groep te peilen. Je wil ze niet in groepen en in hokjes zetten, maar je komt er bijna niet onderuit als je ziet wie en wie nog steeds niet gevaccineerd willen worden. De rest, deze groep die we nu vandaag hebben afgesloten, is allemaal prima gegaan met ze, geen enkel probleem, maar we hebben een kern, spelers, ja, die nog vast blijft houden dat ze niet gevaccineerd of nog niet ready zijn om gevaccineerd te worden. Wij hebben in ieder geval het besluit genomen dat zij dan niet met ons mee gaan kunnen doen, totdat zij in ieder geval gevaccineerd zijn of zij een geldige PCR-test kunnen overleggen bij elke training. Stanley Akum zegt dat na anderhalf jaar stilgezeten te hebben sinds de pandemie, zijn intrede deed deze stap om te vaccineren de eerste belangrijke stap is. We hebben anderhalf jaar niets gedaan, dus nu dat er gevaccineerd is, kunnen we weer starten met de trainingen. Dit is de belangrijkste stap die we moeten nemen. Ja? We zijn nu op 16 man, dus we zouden met deze 16 kunnen beginnen. Maar we gaan toch proberen er nog een paar bij te krijgen, zodat we met een groep van de 23 man kunnen starten. Clydel Kohinoor is ook al gevaccineerd en zegt dat hij de COVID-situatie in de wereld gevolgd heeft, alvorens hij is overgegaan tot dit besluit. Niet echt iets heeft me zo ver gebracht, maar de manier hoe het in de wereld aan toe gaat, dan zie je wel dat het op een gegeven moment een verplichting gaat zijn. Dus op die manier heb ik het besluit genomen om die vaccin te nemen. Ja. Ook de spelers die zich hebben laten vaccineren juichen het initiatief toe.
We zijn blij dat we weer bij elkaar kunnen komen en dat we weer kunnen voetballen. Is het een goede initiatief omdat ik weer samen met mijn jongens willen zijn, weer willen trainen, weer wedstrijd kunnen spelen en zo dat ze ook weer op het veld kunnen zijn, om het zo te zeggen. Ieder kan het nemen van mij part. Voetbal? Ja, als het niet om voetbal was, zou ik nog niet komen. Ja, zou het wel nemen, maar zo wachten totdat het zo ver is gekomen, dan zou ik het nemen. Het is een goed idee. Ik ben blij dat die jongens het vaccin willen nemen, zodat we eigenlijk weer kunnen opstarten met onze lievelingssport. Ja. Als je weer wilt sporten, laat je vaccineren. Dat zijn enkele van de boodschappen die de spelers sturen richting de andere teams die nog niet gevaccineerd zijn. Medespelers, teamgenoten, iedereen van een andere club. Als je wilt voetballen, laat je vaccineren. Daar kunnen we van start. Ik wil niemand dwingen om het te nemen. Maar als je weer wilt voetballen, als je van het sport houdt, van voetbal houdt, moet je het sowieso nemen, zodat wij gezamenlijk weer kunnen voetballen. Raad ze aan om zo snel mogelijk het te nemen. Want de situatie hier in de wereld gaat je ook aanraden om het te nemen. Maakt niet uit hoe je gaat het moeten nemen. Dus ja, ik raad ze aan om het zo snel mogelijk te nemen. De boodschap is dat wij met z'n allen die bij het voetbal betrokken zijn, goede beslissingen, de juiste beslissingen op dit moment moeten nemen. Het is of vaccineren met z'n allen, of er moeten voldoende mogelijkheden om de 2 dagen spelers te kunnen testen. Dat zijn de 2 enigste mogelijkheden die voor ons overblijven als we op het voetballen in Suriname op willen starten. Andere smaken zijn er niet. De huis-aan-huis vaccinatiecampagne is reeds van start gegaan. Middels deze campagne worden verschillende buurten aangedaan om de mensen die nog twijfelen aan het vaccin te voorzien van de nodige informatie. Zo wordt morgen, ondanks de lockdown waarvoor er vrijstelling gegeven is, de 2e week sinds de campagne van start ging aangedaan en wel te Sophia's Lust op het sportcomplex. We zijn hier in Sophia's Lust, waar een vaccinatiedrive gaat beginnen. Op dit moment zijn er RR en DR-leden die langs de huizen gaan. En als er mensen zijn met twijfels of vragen, dan kunnen die door hun beantwoord worden. En natuurlijk moedigen ze ook mensen aan om zichzelf te komen beschermen de komende dagen. Morgen is een vrije dag, is een lockdowndag, maar er is wel vrijstelling gegeven. Het is belangrijk dat we deze mogelijkheden gaan bieden in de verschillende buurten. Niet voor iedereen is het mogelijk om naar de bestaande vaccinatiesites te gaan. Bijvoorbeeld hier in Sophia's Lust is er bij de RGD-polykliniek geen mogelijkheid om te vaccineren. Dus we moeten ver weg gaan, dure busritten en veel tijd. Dus daarom hebben we op initiatief van de buurtvereniging, de stichting, buurtstichting, hebben we de mogelijkheid aangegrepen om het prachtige buurtcentrum als vaccinatiecentrum in te richten voor de komende dagen. De vaccinatiedrive gaat morgen van start en duurt tot 7 november. Dat zegt Meredith Cameron. Zij is coördinator van de mobiele unit Alpha. Het verzoek welk door de buurtorganisatie en de DR en RR-leden werd meteen ingewilligd, aangezien het toch om een grote groep mensen gaat die in de wijk Sophia's Lust wonen. We bevinden ons nu bij het sportcomplex in de woonwijk Sophia's Lust, waar wij dus vanaf morgen 4 november tot en met 7 november een vaccinatiedrive zullen hebben. We hebben gemeen dus om dus naar deze buurt toe te komen. Het verzoek is ons gedaan door de mensen, de buurtorganisaties, RR en DR-leden. En we hebben dus gemeend in te gaan op dit verzoek, om zo ook de mensen tegemoet te komen. Het is gebleken dus dat voor toch nog toe uiteenlopende reden mensen
zich niet willen laten vaccineren. En doordat we naar de mensen gaan, huis aan huis, er is een groep dus die dit op zich heeft genomen, gekoppeld dus ook aan het vaccinatiegebeuren, die de outreach doet en die huis aan huis gaat om op de vragen van de mensen in te gaan. En wij menen dan ook dat wanneer wij dus vanaf morgen hier zullen starten met deze vaccinatiedrive, de mensen dus ook naar ons mogen komen. We proberen dus de drempel te verlagen, dat de mensen, om naar de mensen te komen en de mensen ook naar ons toe, zodat wij de vragen van de mensen kunnen beantwoorden en de mensen toch nog over de schreef te halen om over te gaan tot vaccinatie. De ondernemers uit de horecasector hebben een goed gesprek gehad met de minister van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team. Zij hebben de nood van de ondernemers erkend, deelt Jonathan Marto Di Harjo, voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname, mee. Binnen 2 dagen zullen de ondernemers horen welke van hun eisen alvast worden ingewilligd. Zij willen langere openingstijden, de indoor dining weer mogelijk maken, gelijke behandeling bij de handhaving en opheffen van de lockdown. De minister heeft erkend dat we voor grote uitdagingen zitten. Ze hebben 2 dagen de ruimte gevraagd om na te gaan welke eisen direct uitvoerbaar zijn. 13 jaren wordt dit jaar de Suriname-dia niet aangestoken. We willen voorkomen dat er meer besmettingen vallen. Dat zegt Anil Monorat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, in gesprek met het COVID-19-journaal. Er zijn te veel varianten die maken dat de besmettingen weer stijgen en daar willen we extra voorzichtig mee omgaan. Vier het Diwali-feest in huiselijke kringen om zo te voorkomen dat er nog meer besmettingen bijkomen. Met heel veel verdriet moet ik zeggen, met heel veel pijn in ons hart, hebben we na 13 jaar een traditie die we hadden, hebben we moeten annuleren. We hebben het niet stopgezet of wat dan ook. We hebben het voor dit jaar geannuleerd. Volgend jaar willen we het zeker weer doen. Maar we hebben gekeken meer naar ons land. Dus we hebben onze dingen zijn meer naar ons land en volk. Daar gaan wij ervoor. Omdat, als u ziet nu, de besmettingen van COVID eigenlijk stijgen zo elke dag. En we zien geen dalende trend daarin, alleen maar stijgend. Dus vandaar dat wij eigenlijk hebben besloten om dan voor dit jaar de manifestatie niet te organiseren. Vanuit de regering hadden we wel toestemming gehad hoor, moet ik u eerlijk zeggen. We konden namens hun wel de dia plaatsen, de Suriname dia. Maar toch, kijk, vorig jaar hebben we het geplaatst. En toch een dag na het aansteken van de dia hebben we duizenden mensen op plein gehad. En daar is het risico dat het gaat verspreiden. Begrijp je? De besmettingen. En vorig jaar waren er ook niet zoveel varianten. En dit jaar zijn er nog meer varianten bijgekomen die we niet eens misschien weten. Dus we hebben toch gezegd, laten we niet bijdragen om meer besmettingen te komen. Laten we toch een beetje de voorbeeld aangeven. Maar de essentie van Diwali, die gaat niet weg. Want iedereen die is eigenlijk thuis bezig om Diwali te vieren. Godin Lakshmi bidden wij thuis. En normaal, als we een manifestatie hebben, is het een zaterdag voor Diwali. Want dan kan je op een zaterdag een grote evenement doen, waarbij heel veel mensen daar naartoe komen. Elk jaar hebben we bijna 10.000 mensen op plein gehad. En stel je voor als we het doen en er komen zoveel mensen, niet eens 10, maar een paar duizend, is toch risico te groot dat de besmettingen gaan stijgen. Dus we wilden echt niet een bijdrage gaan leveren. We hebben gezegd, laten we dit jaar toch het rustig gaan doen. En kijken wat de ontwikkelingen zijn. En als ik de COVID-journaal van u volg en zo, begrijp ik dat 50% al gevaccineerd zijn. Dus laten we kijken, als we die 70% halen, kunnen we ook naar normalisatie gaan. Als we naar het buitenland kijken, voetbalstations helemaal vol. Moeten wij in Suriname ook kunnen. Want iedereen lijdt eronder. U ziet het, de ondernemingen, de restauranthouders. Iedereen wordt nu boos. En wij willen nu niet iets gaan doen waarbij we dan zeggen, hé, we gaan weer een paar stappen terug. Dus we hebben bewust ervoor gekozen. We hebben met mensen gesproken. Met bestuursleden gesproken. En toch hebben we dan gemeend om toch, laten we het dit jaar gewoon annuleren. En hopen dat we volgend jaar nog groter, spectaculairder een programma kunnen maken. Zodat de mensen toch kunnen zeggen, nee, we hebben een jaar gewacht, maar we hebben iets anders en iets leukers ervoor teruggehaald. Namens de redactie van het COVID-19-journaal en namens de minister van Volksgezondheid wensen wij aan de totale gemeenschap
in het bijzonder onze Hindoe-broeders en zusters een gezegende Diwali toe en vragen u ook om heel voorzichtig te zijn. Ga niet waar er te grote groepen zijn, maar probeer deze dag gezellig met de familie door te brengen. Trouwens, de total lockdown blijft van kracht, wat wil zeggen dat vanaf vandaag 9 uur tot vrijdagmorgen 5 uur in de ochtend niemand zich op de openbare weg mag bevinden, met uitzondering van de essentiële diensten. Morgen zijn we er weer met het journaal en dan zullen we de deskundigen van de wekelijkse persconferentie aan het woord laten. Een fijne voortzetting van uw dag toegewenst. Goedendag.